maandagavond de drie wijzen. Uw gastheer is Koert van Eghem. Goedenavond, dames en heren, het Amerikaanse theater weer goed gevuld. En ook bij u thuis. Goedenavond, dames en heren, beste kijkers. Wij spelen vanavond de drie wijzen met onze drie wijzen, uiteraard. En ik stel ze aan u voor, Walter Grootaars. Dag, Walter. Tweede wijze, nieuw vandaag, van Clouseau. U kent hem wel, Bob Savenberg. Dag, Bob. En tenslotte, hij zit weer op de drie en dat doet hem heel veel plezier. Jacques Vermeire. Dag, Jacques. Zo, dames en heren, u ziet de panel. Dat is weer goed gevuld, maar ook onze kandidaten mogen er zijn vanavond. We beginnen met Arlet Geenen. Dag, Arlet. Zeer goede avond toegewenst. Een goede avond, Arlet Geenen. En ja, waar kom je vandaan, Arlet? Ik kom uit Leuven. Uit Leuven, dat is helemaal ook weer al niet zo ver. Nee, en Leuven is een studentenstad. Inderdaad, studentenstad, bierstad. Ik studeer niet meer. Niet meer, die lang tijd niet heb meer. Ik al een tijdje achter de rug. Ja, toch al een jaar of vijf, hè? Goed, zoiets, Arlet. Wat doe je wel? Ik werk als bediende in een Amerikaans bedrijf in het Leuvense, Haasrode. Jacques is weer verliefd. Ja, ik heb de indruk dat, dat het weer al begonnen is. Het is weer al vertrokken. Het begint vanaf vraag 4, begin ik. Zo, we zullen ermee rekening houden. Arlet, pas op voor Jacques, hè, want hij kan je op een dwaalspoor brengen. Ja, en kijk vooral naar zijn verliefde oogjes. Hè. Daar moet je erg hard mee opletten. Goed. Ik hou hem in de gaten. Arlet, je kunt 300.000 frank winnen, maar dan moet je natuurlijk winnen van Jos Jansen. Ja. En Jos Jansen die komt uit Lanaken. En Lanaken dat is in het verre Limburg. Eigenlijk, Jos, woon jij bijna in Duitsland. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ongeveer, ja. Dichtbij Maastricht. Maar dat is dan nog niet helemaal Duitsland. Maar Aken, dat is dan wel Duitsland. Maar toch woon je aan deze kant van de grens, dat is duidelijk. Ja. Alhoewel dat veel mensen uit andere landgebieden, zeg maar, van België, van Vlaanderen, dat eigenlijk niet, dat verschil in taal niet zo meteen zouden merken. Hè? Want dat is, het zit er heel dichtbij, jullie dialect, hè? Oh ja, heel dicht, ja. Ja. Maar Jos, jij geeft les? Ja, een beetje af en toe wel eens. Tijdens mijn hobby's door wil ik nog wel eens les geven. Ah, ja. Wat zijn jouw hobby's dan? Dat is vooral amateurtoneel. En er zijn heel wat mensen van het amateurtoneel uit Limburg hier aanwezig. Ja, heel wat. Oh, daar gaan de spandoeken omhoog. Het Rommeltheater lees ik. Ja, daar regisseer ik. En dat is een geweldige groep. Het Rommeltheater is mooi om te zien. Zo, mooi om te zien, zou ik zo zeggen. Dat is dan de eerste reclameclip van vanavond. Het Rommeltheater gaat er allemaal heen. Dat is het, hè? Jos, heb je goed gedaan. Ja. Erg goed. Jos, we gaan spelen. Het allereerste spel bij de drie wijzen is dat we even gaan kijken in de oude doos vandaag. En onlangs nog heeft hij met zeer veel succes een recital gehouden, een tour de chant gehouden in de Olympia in Parijs. En wat wij vanavond krijgen is bijna het integrale programma van dit Parijse programma, dus in Olympia. En het eerste liedje dat Philippe Klee dan, nee, ik vergis mij weer, heeft er al eentje gezongen. Het tweede liedje dat hij van ons gaat zingen heet Bleu, Blanc, Rouge. En je wil expliquer. Hein? Je vous en prie. Zo, dat was dus Denise Maas. De mensen hebben haar misschien wel herkend. En Denise Maas, hoe gaat dat nou verder met haar, Walter? Wel, ze zegt juist, ik vergis mij weer. Als je dan de uitzending origineel zou bekeken hebben van de week, dan zou je gezien hebben dat ze haar daarvoor al een keer of 10, 15 vergist had. En die Fransman die zit er ondertussen maar te wachten om op te gaan. En die wordt daar toch wel een beetje lastig van. En er ontstaat eigenlijk een serieuze rel. En hij wil niet meer opgaan, want hij zit daar dus al heel die tijd te wachten. En Denise Maas zegt dan, monsieur, vous allez chanter, sinon je serai très fâché. En de Fransman moet eigenlijk lachen, omdat ze dat op weer zo'n vrij domme manier zegt. En hij bedenkt zich en gaat dan toch op het podium en gaat dan toch zijn nummer inzetten. Dus het wordt eigenlijk een complete rel, als ik het zo hoor. Het wordt een rel. Goed, onze volgende wijze toch even voorstellen. Bob, je zit er voor de eerste keer. Je komt eigenlijk, je bent eigenlijk de oprichter van Clouseau. Als het ware. Ja. Ja. Dus het is, de meeste mensen denken misschien dat Koen Mag dat is. Mag ik toch zeggen dat ik het fijn vind van tussen twee zo'n wijze jongens te zitten? Ja. En ik vond dat wel belangrijk. Dat zal voor u wel een aangename verrassing zijn, zeker? Toch van deze kant, maar van die kant dat vind ik zo. En daarmee denk je dat we u gaan sparen vanavond, Bob? Ik had dat gehoopt, ja. Bob, jouw eerste historische woorden nu wat betreft het spel. Dan zal ik vanavond de groeten doen. nee. Terwijl Denise Maas dus die aankondiging verder doet, gebeurt er het volgende. Die Franse zanger gaat naar het podium en
valt daar natuurlijk af en breekt een vinger. Je hoort dus op de achtergrond een enorm gestommel. Met als gevolg dat die jongen dapper deur doet. Hij neemt zijn gitaar, maar hij speelt dan wel maar met één arm. Maar voor de rest valt er niets op. Zo. Een ingewikkelde constructie. Jacques. Wat u ziet is dus Philippe Klein, dus een Franse zanger, de broer van Cassius. En hij gaat dus het nummertje zingen. Bleu, blanc, rouge. We kennen hem waarschijnlijk nog allemaal van vroeger, zijn hits. Je, tu, il. Ook hier, demain, aujourd'hui. En oui, non, peut-être. En Denise Maas, geweldig zenuwachtig, omdat ze dus in de oude doos zit. En zij zal zeggen, en hij gaat nu zingen bleu, blanc, rouge, maar zij zal het verkeerd vertalen, Arlette en Joske. Zij gaat vertalen wit, rood, zwart. Dat zijn de drie mogelijkheden voor Arlette en Jos. Het wordt een rel, volgens Walter Groothaars. Nee, de zanger valt, zegt Bob Savenberg. En Jacques die stelt dat er een vertaalfout gemaakt wordt. Dat zijn de drie mogelijkheden. Jos en Arlette, je gaat naar de drie. Ik ga naar de drie, ja. Ik denk het, ja. Je hebt in die oude doos gekeken, je hebt het daar ontdekt. Ja, ik denk het, ik hoop het. Je hoopt het. Ja. Je hebt meteen al contact met Jacques. Met dus je Jacques, denkt, ja, we gaan daar. Dat, ja. Hij heeft een hint gegeven en ja, hij zit al te glunderen. En Jos ook naar de drie? Ja, het lijkt me een zeer aannemelijk verhaal, ja. Ja? Zeer aannemelijk voor Denise. Ze zal het niet graag horen. We gaan even kijken of het waar is. Nee, ik vergis mij weer, hij heeft er al eentje gezongen. Het tweede liedje dat hij van ons gaat zingen heet Bleu, Blanc, Rouge. En je wil expliquer. Je vous en prie. We commencez pas encore. Non, non. Het lied heet bleu, blanc, rouge, wit, rood, zwart. En dat zijn de kleuren, heeft hij me doen opmerken deze namiddag, inderdaad van de Hollandse vlag, maar ook van de Franse vlag. Ja. Dat is toen een volledig incident geweest, hè, die kleurverwisseling. Maar in alle geval, je hebt je vertrouwen aan zaken gegeven, Arlette. Het zijn 1000 franken. En ook hier, Jos heeft goed gehokt. We zijn goed gestart, dames en heren. We gaan verder met, wat is een jaapmaatje? Walter, moet je kennen. Een jaapmaatje, wij kennen dat ook wel een beetje. Of de Nederlanders gebruiken dat veel. Dat is een kopstoot, een genevertje en een pint. En origineel komt dat eigenlijk, Jaap is ook wel een uitdrukking die men gebruikt in Nederland voor een kater. Ik zit vanmorgen met een degelijke Jaap. En een Jaapmaatje is dus de borrel en de pint dan bij de kater direct naar binnen werken. Dan ben je binnen het kwartier zo zat dat je van die kater geen last meer hebt. Dat is echt een kenner, hè, op dat vlak. Katers. Bob. Ja, dat is een koekje. Dat is een koekje, ja, dat komt uit Delft. In Delft zijn er twee zaken, dat is het aardewerk. En de koekjes. En je hebt Delftse koekjes en dat zijn jaapmaatjes. Mm. En dan heb je nog het Delfts aardewerk. Ja. En dat is Delfts aardewerk. Ah. Dacht ik toch. Het is een zeer mooi en wetenschappelijk waarschijnlijk wel juist verhaal. Maar dat moeten onze kandidaten zo meteen uitmaken, Jacques. Ik ga nog even terug naar vroeger. een jaapmaatje is een zakje. De zeemannen, de Hollandse zeemannen, als die vertrokken, hadden een zakje. En dat is dus een zakje, die waren dus bijvoorbeeld op de lange omvaart, 3-4 maanden weg, en dat was een medicijnzakje. En daar zat ook alcohol in. Hm. En dat was dus om hun gezondheid om onderweg te dronken te worden. Ik vat ze nog even samen. Volgens Walter Groothaars is het een kopstoot met een borrel. En volgens Bob is het dan weer een koekje. Een Delfts koekjezaak die zegt een zeemansmedicijn. Arlette? Een borrel, een kopstootje, denk je. Ja? Gokken, ja. Gewoon gokken. Je gaat door. Pure gok. Pure gok. Ja. En wat heb jij. Ik hou van lekkere dingen, dus. Een koekje. Het zal een koekje zijn, ja. Het zal een koekje zijn. Je zegt het zeer affirmatief, Bob. Is het een koekje? Het is een koekje. Het is inderdaad een koekje. Ja. 3000 frank, 1000 frank, maar er is nog niets gebeurd, want we gaan nu naar een vraag voor 3000 frank, de derde vraag. En daarvoor hebben we eerst even een filmfragment. Yes. Yes. Hello. Yes. Ja. Yes. Mrs. McIntyre! Thank you. Send her in.